Nieuw Talent volgen we een nieuwe lichting duivenliefhebbers met een passie voor de duivensport. Ze zijn jong of al iets ouder, maar ze hebben één ding gemeenschappelijk. Ze dromen ervan prijzen te pakken en topduiven te kweken. Hallo, ik ben Glenn Kraatskens. Ik ben 12 jaar en ik hou van de duiven. Ik ben Braag Kraatskens, 15 jaar en ik hou van de duivensport. In 2018 merkte opa Beir dat zijn kleinzonen interesse toonden voor zijn geliefde hobby. Hij nam ze mee naar het duivenlokaal en het is daar dat ze onder aanmoediging van hun vaken en andere liefhebbers uit de streek op de kar sprongen. De broertjes Kretskens vormden een tandem en zetten voorzichtig hun eerste stappen in het duivenspel. Vorig seizoen zochten we ze op in Neer-Oeteren, vlak bij de Maaskant. Ja, ze zijn vroeg als wij ook met duiven houden beginnen, omdat wij daar ook hielpen en zo. Toen zeiden wij van ja, dat willen we wel. En toen zeiden ze van oh, dan krijg je van mij een paar duiven en zo. Toen hebben we hier een hok gezeten en hebben we ook duiven er met duiven beginnen spelen. Een degelijk hok heeft een prijs. Maar een oudere liefhebber uit de streek liet zijn hok volledig kosteloos over aan de broertjes. Na een dag verhuizen en knutselen stond er in no time een vliegklaar hok voor de jonge tandem. Dat hok illustreert hoe belangrijk de dynamiek is tussen oudere spelers en opstartende jongeren. Ik en mijn broer speel samen met de duiven. We doen dat op hetzelfde hok en met dezelfde duiven. We geven ze samen water, voer, laten ze uit. En kijk, als ze terugkomen, doen we ook samen. Ja, lokaal. Ruzie maken als het over de duiven gaat, doen ze nooit. Afgelopen zomer gaf Brecht wel aan dat het poetsen iets is wat hij liever laat aan zijn jongere broer. Meer jongeren vinden tegenwoordig hun weg naar de sport. Dikwijls aangemoedigd door ongeziene uitslagen van toppers en de daaraan gekoppelde verkoopprijzen. Al die zaken doen veel jongeren dromen. De broertjes aan de Maaskant blijven nuchter. Zij spelen vooral voor het plezier. Dit jaar brachten we opnieuw een bezoek aan de jongens. Om de duiven tijdens de kweek niet te veel te verstoren, hielden we het bezoek kort. De kweek is voor Brecht en Glenn een van de leukere aspecten aan de sport. De oudste broer neemt vooral de hokadministratie voor zijn rekening. Tijdens de kweek houdt hij bij welke duiven op welk nest zitten en hoeveel eieren er gelegd worden. Waarom is dit jouw favoriet? Omdat hij een mooie kleur heeft. Omdat hij een beetje tam is. Zij wordt vooral gebruikt om te kweken, hè? Ja. Heeft hij al goede nakomelingen bezorgd? Ja, nog niet echt, want eerst waren die daarvan, die waren al direct gepakt door de roofvogel. Dit is mijn favoriete duif, omdat hij als jongen goed heeft gevlogen ook. Heeft hij prijzen gepakt? Ja, die is altijd als bij de vroege duiven gekomen. In de 3 jaar dat ze in tandem spelen, namen ze al een paar jeugdprijzen mee naar huis. Het duifje van Brecht behaalde mooie resultaten en eindigde het voorbije seizoen vaak bij de eerste 30 duiven van gemiddeld 320. De tandem was laureaat tijdens het Nationaal Jeugdkampioenschap in 2019 en haalde tijdens hun doopjaar in 2018 een zilveren medaille op de Limburgse jeugdkampioenschappen. Na een jaar vol corona en ophokplicht voor hun duifjes is het nog afwachten hoe het nieuwe seizoen er zal uitzien. Maar met een aantal goede vliegers op hun hok en de steun van een oudere generatie liefhebbers kijken ze er naar uit om binnenkort opnieuw te gaan trainen.